Nou, dankjewel. Dankjewel. Hallo Gelderland, 200 keer. We gaan eten en drinken en terugkijken. Kijkt u maar mee. Na het nieuws met Erik van der Pol. Paniek na explosies en brand op studentenflat. Ton beloning voor gouden tip brute moord. En marteling Turkse zakenman niet bewezen. Dag dames en heren, goedenavond. Hoge vlammen, veel rook en enorme explosies op het dak van een studentenflat in Wageningen. Grote brokstukken kwamen naar beneden en kwamen op auto's terecht. Wonder boven wonder raakte vanmiddag niemand gewond. Studentenflat Hoevestein is volledig ontruimd. De brand is gefilmd door een aantal omstanders. Een van hen was studente Cornelie Rekers, die met haar mobiele telefoon in de buurt stond. Ja. En nu nog maar één vleugel, hè? Nee, die andere ook. Mel? Oh my god, ik heb het gefilmd. Mijn god, dit is niet goed. Ook andere filmers legden de brand en de explosies vast. In Wageningen is verslaggever Sal Vreelink. Sal, hoe is de situatie op dit moment? Ik heb in de gauwigheid meer dan 10 wagens geteld. Ik hoorde een brandweerman even in de gauwigheid tegen de burgemeester zeggen... we hebben maar opgeschaald, want we hadden echt geen idee wat we aan zouden treffen. Hoe kan het dat er niemand gewond is geraakt, Sal? Ja, dat mag een wonder heten. Je hebt de explosies net gezien op het filmpje... Het blijkt dat de dakdekkers die aan het werk waren naar beneden zijn gegaan toen het weer slecht werd. En daarop is de brand ontstaan. En toen dus die explosies dus er was op het dak zelf, was niemand aanwezig toen de gasflessen de lucht in gingen. Is eigenlijk al duidelijk wat de oorzaak is van de brand en die explosies? Nou, de brand is dus waarschijnlijk ontstaan door die werkzaamheden aan het dak. Isolatiemateriaal heeft vlam gevat. Er zijn 3 of 4 gasflessen geëxplodeerd. Eentje is er naar beneden gekomen in stukken. En we krijgen ook een bericht van Meteo Consult dat hier even verderop zit... dat ze de bliksem zouden hebben zien inslaan op het dak. Goed, nou, dat moet dus allemaal nog vast komen te staan. Sal Vreelink in Wageningen, dankjewel voor dit moment. De brand op de studentenflat in Wageningen die brak rond 2 uur vanmiddag uit. Brandweer, ambulances en een traumahelikopter die waren snel ter plaatse. Gewonden zijn er niet gevallen en veel studenten die waren al naar huis... om het weekend te vieren. Gedupeerden die worden opgevangen in een sporthal. Overal klinken sirenes in Wageningen. De brandweer rukt met groot materieel uit. Na het uitbreken van de brand wordt onmiddellijk de hele omgeving van de flat hermetisch afgesloten. In verband met de hoogte van het gebouw bestrijdt de brandweer de brand van binnenuit. Door een dikke betonlaag was er geen risico dat de brand zich vanaf het dak zou uitbreiden naar de onderliggende etages. Wel is er isolatiemateriaal gaan branden. Tijdens werkzaamheden op het dak van de flat is een brand ontstaan. Door die brand zijn enkele gasflessen die door die werkzaamheden aanwezig zijn ontploft. En de isolatie van het dak staat nog in brand. Uit voorzorg is het hele pand van 17 verdiepingen ontruimd. De flat telt ongeveer 380 kamers. De nog aanwezige studenten zijn opgevangen in een sporthal. Studenten zijn allemaal gewoon naar beneden gegaan. Vanaf de bovenste laag zijn we begonnen en de flat was snel ontruimd. Door de ontploffing kwamen enkele brokstukken naar beneden. Een auto raakte daardoor beschadigd. De brandweer was de brand 2 uur na uitbraak meester. Er is inmiddels begonnen met het nablussen. Een beloning van 100.000 euro is uitgeloofd voor de gouden tip... die leidt naar de daden van de schietpartij in Apeldoorn. De 47-jarige Gert Nijkamp kwam gisterochtend om het leven... nadat hij zijn 6-jarige zoontje naar school had gebracht. De politie tast nog in het duister en heeft vanmiddag een buurtonderzoek gehouden. Een dag na de schietpartij is de rust nog niet helemaal teruggekeerd bij de Bergen-Boschool in Apeldoorn. Zo brengen sommige mensen bloemen en ook cameraploegen lopen nog rond bij de school. Net als gisteren wordt er gewoon lesgegeven,
hoewel er wel wordt stilgestaan bij de schietpartij. Kinderen hadden best veel vragen die dan toch met name in de belevingswereld van de kinderen zitten. In de trant van, is de dader al gepakt? Weten ze al wie het is? Hoe gaat het met Gertje? Kortom, hele praktische vragen die de kinderen met name bezighoudt. De politie tast nog volledig in het duister. Gisteravond kregen zo'n 2500 Apeldoorners een sms-alert met de vraag als ze iets gezien hebben dat te melden bij de politie. Dat leverde 18 reacties op. Vanmiddag is begonnen met een buurtonderzoek. Dat betekent dat we de bewoners van enkele straten hier in de omgeving zullen vragen of zij ons informatie kunnen schaffen over gisterochtend. Of ze iets bijzonders hebben gezien of gehoord of verdachte situaties hebben gesignaleerd. Nou, daarmee hopen we dat ze ons dan informatie willen verschaffen. Gert Nijkamp, hier op archiefbeeld, was volgens bekenden een echte familieman. Hij runde samen met zijn zakenpartner een accordeonwinkel. Gert is een allemans vriend. Dit staat altijd voor iedereen klaar. En daarom is het ook zo onwerkelijk dat zoiets bij zo iemand gebeurt. De politie werkt met 16 rechercheurs aan de zaak. Straffen van 1,5 tot 16 jaar cel. Dat hebben 6 mannen en een vrouw gekregen voor vrijheidsberoving en moord op een Turkse zakenman. Justitie had veel hogere straffen geëist. De moord wekte veel beroering omdat het slachtoffer voor zijn dood ook nog eens flink gemarteld zou zijn. Maar dat kon volgens de Zutphense rechtbank niet bewezen worden. Ieder steunbewijs ontbreekt. Immers, nog op de plaats van het delict, nog in de kleding van het slachtoffer zijn bloedsporen aangetroffen en uit de sectie op het lijk komt naar voren dat geen sprake is geweest van afwijking van de beenderen dan wel van botbreuken. De 7 verdachten die terecht stonden voor wat in de volksmond wel de angerloze martelmoord wordt genoemd, hielden hun slachtoffer in deze boerderij vast. De 2 hoofdverdachten zijn veroordeeld tot 15 en 16 jaar cel omdat ze de zakenman na ontvoering hebben gewurgd langs de A50. In de angerloze boerderij probeerden de 2 met hun opgetrommelde handlangers de zakenman af te persen. Ze zeiden 20.000 euro van hem te goed te hebben voor een gestolen vrachtwagen en eisten dat terug. Heb jij een schuld aan ons, ja of nee? Ga jij het geld nog betalen? Ben je nog van plan te betalen? Je moet zorgen dat er geld komt. Dit is geen kinderspel. Je kan doodvallen en zegt tegen Allah dat hij jou moet helpen. Het slachtoffer was als een arme aan een balk opgehangen. Het OM had 20 jaar tegen de hoofdverdachte geëist, maar de straf viel dus lager uit. De 3e hoofdverdachte, die door de 2 was ingehuurd om het slachtoffer eens flink onder druk te zetten, die kreeg zelfs 4 jaar cel in plaats van de geëiste 20 jaar. Er kon niet bewezen worden dat hij bij de moord was. De rechtbank achtte ook niet bewezen dat hij het slachtoffer heeft gemarteld. De Turkse zakenman is door hem wel gruwelijk behandeld. Zo is het slachtoffer onder meer vastgebonden en geblinddoekt, is hem geen eten aangeboden en is hem slechts in beperkte mate water te drinken gegeven. Dat de rechtbank de feitelijkheden met betrekking tot de beweerde martelingen niet bewezen acht, doet niet af aan het feit dat verdachten en zijn mededaders de laatste dagen van het leven van het slachtoffer tot een hel hebben gemaakt. En het slachtoffer moet vreselijk veel angst hebben gevoeld gedurende deze laatste 2 dagen van zijn leven. De overige helpers kregen straffen variërend van 1,5 tot 2 jaar voor geleverde hand- en spandiensten bij de vrijheidsberoving van het slachtoffer. Een van de hoofdverdachten heeft inmiddels aangekondigd in hoger beroep te gaan. Arnhemmers die aangesloten zijn op Digitenne kunnen al weken geen televisie kijken. TV Gelderland en de landelijke publieke omroepen zijn niet te ontvangen via het systeem. Volgens KPN komt dit omdat er gewerkt wordt aan een zender. Kijkers met een zogeheten free-to-air tuner zijn nu de dupe. Vorig jaar december heeft analoge televisie plaatsgemaakt voor digitale tv. Iedereen die de publieke omroepen wilde blijven zien, even naar het journaal van 6 uur kijken, moest een speciale decoder aanschaffen. Nu, nog maar een half jaar later, is KPN bezig de zender in de KEMA-toren te vervangen met alle gevolgen van dien. Nu op dit moment is daar geen zender. Dus mensen die een binnenantenne hebben, ja, die zijn eigenlijk verstoken van zenderontvangst. De elektronica winkels in Arnhem worden overspoeld met klachten. Ze hadden tot voor kort geen idee waar de oorzaak van het probleem kon liggen. Wij zijn denk ik de eerste 5-6 klachten voor niets naar een klant toe gegaan. Totdat wij erachter kwamen dat de KPN de knop omgedraaid had op de KEMA-toren. KPN heeft de kijkers niet geïnformeerd voordat ze aan de werkzaamheden begonnen. Reden is dat KPN niet alle klanten met de free-to-air tuner kent.
Het is zo dat het deel van de ontvangers, die kennen wij niet. Dat zijn mensen die een kastje kopen. Je kunt een kastje ook gewoon kopen bij de elektronica-handel. En dan kun je uit de lucht het signaal plukken. Dus het zijn mensen die wij ook niet kunnen bereiken, want we weten niet eens waar ze zijn. Voor kijkers zoals Bart van Dalsen staat het beeld voorlopig op zwart. Hoe lang dat nog gaat duren, is onbekend. Je moet nog even geduld hebben, want wij weten het eigenlijk ook niet. Wij kunnen wel zeggen, meneer, het duurt nog 2 weken. Maar als het nog 4 weken duurt, dan zitten ze gewoon nog 4 weken zonder beeld. Militairen uit Schaarsbergen, het Harde en Ermelo kregen vandaag een herinneringsmedaille voor hun deelname aan de missie in Afghanistan. Meer daarover zometeen na het nieuws in het kort. Op Nijmeegse homo-ontmoetingsplaatsen zijn borden geplaatst met daarop de oproep om aangifte te doen bij ongeregeldheden. Het gaat om ontmoetingsplaatsen in het Goffertpark, het Hunnerpark en de Elshof. Politie en het antidiscriminatiebureau krijgen geregeld signalen van discriminatie, mishandeling en beroving. Maar er wordt lang niet altijd aangifte gedaan, omdat de bezoekers vaak anoniem willen blijven. Een prostituee is afgelopen nacht gewond geraakt in Nijmegen toen een klant haar met een schroevendraaier stak. Volgens het slachtoffer reed ze met de man naar een loods. Toen bleek dat hij geen geld bij zich had, wilde ze uitstappen. De man werd toen kwaad en zou haar hebben verwond aan haar nek en been. De politie heeft de man aangehouden. 50 ambassadeurs bezochten vandaag het Maritiem Instituut Marin in Wageningen. Diplomaten brengen elk jaar een bezoek aan een provincie om Nederland beter te leren kennen en kennis te maken met de provincies. Ja, het is een unieke kans om 50 ambassadeurs tegelijk op bezoek te hebben. Ambassades spelen vooral in de landen wat verder weg een belangrijke rol in de contacten en het economisch verkeer. De ambassadeurs hebben ook een bezoek gebracht aan het Kröller-Müller Museum. Leerlingen van de Jurisschool in Terborg hebben ballonnen opgelaten voor het verdwenen Britse meisje Madeleine McCann. Het meisje verdween 50 dagen geleden in Portugal. Haar ouders deden een oproep om over de hele wereld ballonnen op te laten, met daaraan een kaartje met informatie over de verdwijning. Jongeren uit de gemeente Oude IJsselstreek waren gisteravond op bezoek bij wethouder Freeriks. Daar spraken ze over het toenemende alcoholgebruik onder jongeren. Met deze zogeheten homeparties wil Iriszorg, het Centrum voor Verslavingszorg, ze bewust maken van de risico's van het drinken van alcohol. Er moet een regionaal bedrijventerrein komen in Apeldoorn. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Apeldoornse gemeenteraad. De gemeenteraad wil het regionale bedrijventerrein aanleggen aan de Beekbergse Broek in Apeldoorn-Zuid. Veel bewoners zijn tegen de komst van het terrein. Ede geeft bedrijven in de gemeente een USB-stick cadeau met daarop informatie over energiebesparing. Vandaag werden de eerste sticks uitgereikt. Volgens de gemeente is er zoveel informatie beschikbaar dat het voor bedrijven vaak onoverzichtelijk is. Op de USB-stick heeft de gemeente relevante informatie voor verschillende branches bij elkaar gezet. De dierenambulance in Tiel wordt overspoeld met gedumpte konijnen. Alleen al de afgelopen week zijn er 5 konijnen binnengebracht die op straat zijn gevonden. Sommige zijn zwaar verwaarloosd. De dierenambulance denkt dat het te maken heeft met de vakantieperiode. 300 militairen uit onder meer kazernes in Schaarsbergen, het Harde en Ermelo kregen vandaag een herinneringsmedaille voor hun deelname aan de missie in Afghanistan. Tijdens de plechtigheid werd speciaal stilgestaan bij de omgekomen collega's. Geen uitzending zonder thuisfront en geen thuisfront zonder uitzending. Dat zei de voorzitter van het thuisfrontcomité vandaag in Zwolle. 300 mannen en vrouwen kregen hier hun herinneringsmedaille aan de missie in Afghanistan. Staatssecretaris Van de Knaap stond speciaal stil bij de militairen die omkwamen. Een zeer gewaardeerde collega van u ontbreekt. Tijdens zijn laatste opdracht sneuvelde korporaal Koorstrik. Afgelopen maandag en precies een week geleden zijn we opnieuw getroffen door het sneuvelen van 2 van uw collega's. Soldaat der eerste klasse Timo Smeehuizen en sergeant-major Jos Leunissen. De staatssecretaris sprak even kort met de ouders van Cor Strik, de militair die in april sneuvelde. Gisteren kwam het lichaam van Jos Leunissen uit Duiven terug naar Nederland. De 44-jarige sergeant-major sneuvelde afgelopen maandag.
De dood van Leunissen en de anderen maakt deze dag voor sommige militairen wel moeilijk. Ja, het is het einde van je uitzending, maar een officiële afsluiting. Maar het staat er uiteraard wel bij stil. Maakt dat zo'n dag nog moeilijk? Jawel. Voor het eerst was hij speciaal voor de kinderen van de uitgezonden militairen een herinneringsmedaillon. En wat krijgen we dit weekend voor een weer? Dat horen we van Margot Ribbrink vanuit de Weerkamer in Wageningen. Dag dames en heren, een hele goede avond. Juist nu de zomer op de kalender is begonnen, werkt het weer niet mee. De zomer glijdt af en we belanden vooral volgende week, begin volgende week, in een behoorlijke dip. Niet alleen wat betreft de buien, maar ook wat betreft de temperaturen. En misschien dat het dinsdag wel eens een hele onstuimige dag gaat worden. Heel bijzonder eigenlijk, want tot nu toe zagen we alleen maar recordhoge temperaturen, maanden achter elkaar. En juist nu in deze zomermaand krijgen we zelfs temperaturen beneden de norm. Veel regen is er al gevallen, vooral in de Achterhoek, meer dan 100 mm. En ik verwacht dat we vooral volgende week maandag en dinsdag nog veel meer regen krijgen. We gaan kijken naar een plaatje vanuit de ruimte. Het is een beetje chaotisch, een dikke band bewolking ten noordoosten van onze omgeving. Dat waren de buien die gisteren in Duitsland en Zwitserland voor veel overlast hebben gezorgd. Heel veel regen, hagelstenen, duiveneieren zo groot en heel veel bliksem is er geweest. Ook bij ons een chaotisch patroon met heel veel bewolking en een aantal buien. Het heeft te maken met een lage drukgebied boven Engeland. Dat trekt richting Denemarken en die band met wolken en buien die blijven gewoon over onze provincie draaien. Dus ook morgen hebben we daarmee te maken. Zondag wordt misschien even een wat betere dag, maar vanaf maandag komt een nieuwe depressie vanuit de Poolstreek. Hetzelfde rondje maken met opnieuw heel veel regen, waarschijnlijk meer dan de komende twee dagen. En op dinsdag een aantrekkende noordwestelijke wind aan zee kan het misschien wel even gaan stormen. Het plaatje voor vanavond, buien. En in de loop van de nacht worden dat er wel wat minder. Maar waarschijnlijk niet in het noordoosten van Gelderland. Kunnen we mistbanken ontstaan en het wordt niet kouder dan 12 graden. Morgen overdag, dan hebben we opnieuw te maken met zeer onbestendig weer. Misschien een klein beetje zon, maar er zijn ook gebieden, de Achterhoek en ook in het noorden, waar de buienkans toch behoorlijk groot is. Misschien ook weer onweer. En later op de dag in de middag komt ook het rivierengebied aan de beurt. Plaatselijk kan er dus opnieuw weer heel veel vallen. Temperaturen 18, 19 graden al lager dan vandaag. En de komende dagen gaat de temperatuur langzaam verder omlaag. Een hele dip op dinsdag met temperaturen van 15 graden. Zondag een meevallende dag, maar maandag en dinsdag plaatselijk grote hoeveelheden neerslag. En op dinsdag misschien ook heel veel wind. En dit was het Gelders Nieuws. Ons consumentenprogramma Hallo Gelderland is er zometeen voor de 200ste keer. En daarom staat de uitzending in het teken van het terugkijken. Tests uit eerdere uitzendingen, klachten die aan de orde zijn geweest en het onderdeel Shop Till You Drop met de winnaar van het prijs Bewustspel. En de muziek komt vanavond van Rose. En ik wens u nog een fijne avond. Het is tweeledig geweest. Ik heb het heel leuk.